kader van vrouwenkiesrecht heeft er iemand met geschiedenis wel het over vrouwenkiesrecht gehad, zeg maar, in het verleden op school. Zo ja, steek je hand op. Oké, wauw, dat zijn niet veel mensen. Ik zie 2,5 hand. Dat is heel fijn, want ik heb iets voorbereid voor vandaag. Ik moet zeggen, ik ben 12 jaar lid van de Internationale Socialisten. Maar toch was het een betrekkelijk nieuw onderwerp voor mij. En ik ben erachter gekomen dat er heel veel zaken in samenkomen. Waardoor het ook op een best wel tamelijk ingewikkeld onderwerp werd voor mij. En het ook lastig werd om er grip op te krijgen. Maar ook wel heel fascinerend. Dus ik hoop dat ik daar iets van over kan brengen. En ik hoop ook dat zometeen in de discussie jullie je ook vrij voelen om vragen te stellen of zelf de kennis die je hebt opgedaan ook in te brengen. Doe dat ook vooral, want volgens mij kunnen we ook elkaars kennis daarin ook aanvullen. Dit vooral is een aanmoediging te zien om hier verder over te leren. Verder heb ik een beetje ook een persoonlijke disclaimer onder het mom van persoonlijk is politiek. De afgelopen tijd was het best wel een intense periode voor mij. En toen staarde ik dus gisteren in paniek zo naar mijn computer en dacht, shit, ik heb al deze kennis. En hoe ga ik het op papier krijgen? Er waren wat tegenslagen en ik dacht, ik wil een hele toffe inleiding voor jullie voorbereiden met beeldmateriaal, met gedegen, analyse, maar het wou er gewoon niet uit. Dus wat ik nu heb gedaan is alles wat ik wist opgeschreven. Ik heb heel veel geleend uit een tekst over seksuele bevrijding. Die staat online op socialisme.nu. Onder andere geschreven door Angela Ettema, een ander lid van Internationale Socialisten. Maar ik weet nog een hele hoop meer. Dus als jullie zeggen, hey, ik heb vragen of ik vind dat je van te snel op de hak op de tak bent gesprongen, doe dat. Vooral voor mij is het ook een beetje een overwinning dat ik vandaag voor jullie zit en dat ik het hier over ga hebben. En ik vind het ook veel te belangrijk om het er niet over te hebben. En ik ben ook blij dat jullie dat ook vinden en dat jullie daardoor dus ook zijn opkomen dagen vanochtend. Laten we het eerst eens even over de basis hebben van kiesrecht en de hele context van het ontstaan van burgerlijke burgerlijke democratieën en de kapitalistische samenleving zoals we die nu kennen. Want begin van de 16e eeuw ontstond er wereldhandel en wereldmarkt. Ik ga hier allemaal niet te diep op in, ik ga het gewoon heel snel even aanstippen. En rond 1750 begon de industriële revolutie in Engeland en die verspreidde zich begin 19e eeuw over de rest van Europa. En in 1789 vond de Franse revolutie plaats. Onder het mom van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En je ziet dan dat daar hele verschillende ideeën over de maatschappij en samenleving naar voren kwamen. En je ziet ook al gelijk een hele interessante dynamiek rond vrouwen ontstaan. Want de meeste adellijke vrouwen steunden de contra-revolutie. Ze hadden materiële belangen bij het feudalisme. Tegelijkertijd had het feudalisme ook ideeën over vrouwen die weer tegenover hun positie stonden. Maar veel bourgeois vrouwen die storten zich juist in de revolutie en het organisatorische werk. En ze organiseerden de eerste feministische clubs. En in 1790 schreef Olympe de Gouges, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, in aanvulling op de verklaring van de rechten van de man, die van de rechten van de vrouw. Met artikel 1, alle vrouwen worden vrijgeboren en hebben dezelfde rechten als mannen. In die revolutie zag je dat de lagere klassen vooral de ruggengraat van die revolutie waren. En dat zij problemen hadden met het oude regime. Maar dat het nieuwe regime ook niet per se zeg maar voor hen alleen maar koek en ei was. Ten tijde van die revolutie liepen vrouwen ook in de voorste linie. Bij de acties tegen honger liepen zij ook vooraan. Je zag in die vrouwen, de positie van die vrouwen ook dat er tegenstellingen ontstonden. Die vrouwen die vooraan liepen bij de rellen om voedsel, die waren natuurlijk niet tegen de formele rechten rond echtscheiding, onderwijs, wettelijke politieke gelijkheid, daar waren ze natuurlijk ook voor.
Maar zij wilde het koppelen aan arbeidsrechten. Zij wilde het koppelen aan het gevecht tegen inflatie, werkeloosheid en honger. En voor hem waren dat hele dringende zaken. Ja, als je geen eten hebt, dan is het fijn. Als je een vinkje ergens aan kan vullen, maar dat belet je niet van de hongerdood. Toen de monarchie omver werd geworpen en er een burgerlijke democratie ontstond, toen kregen uiteindelijk alleen rijke mannen het recht om te stemmen. Dus tot zover ging ook het broederschap. En dat proces herhaalde zich op verschillende plekken in verschillende landen op een andere manier. En begin 19e eeuw zie je dat op de meeste plekken een soort beperkte vorm van zo'n beperkte vorm van kiesrecht ontstaat. En dat daarom zowel rijke vrouwen als gewone mannen en vrouwen zich genoodzaakt waren om te strijden voor hun kiesrecht. Daar wil ik het dus verder over hebben, die kiesrechtsstrijd met de nadruk op die van vrouwen. Er zijn een paar verbindingspunten daartussen, maar er zijn ook een aantal spanningen. En ik wil een aantal zaken daarin belichten en laten zien hoe de strijd van werkende mensen uiteindelijk doorslaggevend is geweest bij het winnen van kiesrecht voor vrouwen in 1919. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat het helaas niet geldt voor de vrouwen in de Nederlandse koloniën. Want die wonnen pas na de Tweede Wereldoorlog stemrecht. En dat heeft ook weer allerlei oorzaken. Daar ga ik helaas niet te diep op in, maar dat is wel heel belangrijk om in gedachten te houden. Voor de internationale context is het ook heel belangrijk om te zien wat er gebeurde nadat het kapitalisme eenmaal was gevestigd in een aantal grote landen. En in het begin van de 20e eeuw leek het in een aantal landen zo te zijn dat er genoeg welvaart ontstond om iedereen van een behoorlijk bestaan te verzekeren. Hoewel binnen het kapitalisme natuurlijk een hele rijke 1% nu de vruchtenproduct plukt van wat andere 99% van mensen produceren. En het kapitalisme bracht dus ook die grote groep werkende mensen met diezelfde belangen ook samen. En wereldwijd begonnen die zich te organiseren voor verbeteringen. In Duitsland ontstond een massale arbeiderspartij die zich organiseerde in vakbonden en in de sociaal-democratische partij, de SPD. En dat werd als het ware het centrum voor de internationale arbeidersbeweging. De motor als het ware. Voor sociaal-democratische partijen was het kiesrecht ook in het bijzonder belangrijk. Het werd gezien als een manier om de arbeidersklasse politieke macht te geven. En natuurlijk de werkende vrouwen waren natuurlijk ook een onderdeel van die macht van werken. In 1907 werd het eerste internationale congres van socialistische vrouwen in Stuttgart gehouden en daarvoor had de SPD in mei 1891 al gezegd van we willen een algemeen kiesrecht voor iedereen. Maar in 1907 werd dat congres van vrouwen gehouden en de dagen erop volgde het congres van de Tweede Internationale waarin allerlei socialistische partijen en organisaties deel namen. En daarin werd toen in de brede zin gestemd over het aannemen van de eis van algemeen kiesrecht voor alle mensen ongeacht hun gender of vermogen. Nog een belangrijke stap binnen de SPD was dat er in 1881 een partijbureau op werd gezet dat geleid werd door vrouwen en waarin Clara Zetkin, revolutionair een belangrijke politieke en organisatorische hoofdrol speelde. En zij pleiten voor het apart organiseren van vrouwen uit de arbeidersklasse en voor bourgeois vrouwen. Ze zag dat als verschillende takken van de vrouwenbeweging. En zij wilde zich bezighouden met het organiseren van werkende vrouwen. En haar analyse was als volgt. Zij zag dat de belangen van de rijke vrouwen of de vrouwen van de bourgeoisie gericht was op het winnen van gelijke rechten. En zij zagen in hun positie dat mannen die weg naar de gelijke rechten blokkeerden. En dat waren de mannen die dezelfde klasse hadden als zij, die dan aan de macht waren en die gebruik maakten van dat recht.
En ze zagen als het ware die mannen, dat die hen beletten om die rechten daar gebruik van te maken. Dus eigenlijk hadden ze een soort van concurrentiestrijd of voelden ze een soort van vijandschap. En als zij die rechten eenmaal hadden gewonnen, als ze op gelijke voet met die mannen stonden formeel, dan hadden ze ook toegang tot hoge posities waar ze voor uitgesloten waren. En dan hadden ze als het ware de mogelijkheid om carrière te maken binnen die maatschappij. En voor werkende vrouwen was het anders. Als die dezelfde rechten hadden gewonnen als werkende mannen in de fabrieken, dan betekende dat dat ze alleen maar dat ze op dezelfde basis uitgebuit zouden worden. Dat ze in de fabriek de welvaart moesten creëren voor die 1%, die kapitalistische klasse. En dat ze ook nog eens werden opgezadeld met belasting van huishouden en de zorg van kinderen. Dus voor hen was formele gelijkheid niet alleen belangrijk, maar ook sociale rechtvaardigheid. Kiesrecht moest verbonden worden met het recht om te werken, gelijk loon voor gelijk werk, zwangerschapsverlof, kinderopvang, onderwijs, toegang tot eten, huizen, dat soort dingen. En Zetkin schreef dan ook daarover. De strijd van de proletarische vrouw kan niet hetzelfde zijn als de strijd van de bourgeois vrouw tegen de mannen van haar klasse. Haar uiteindelijke doel is niet de vrije concurrentie met de man, maar politieke heerschappij van de arbeidersklasse. De proletarische vrouw vecht hand in hand met de man van haar klasse tegen de kapitalistische maatschappij. Natuurlijk is ze het eens met de eisen van de bourgeois vrouwenbeweging, maar ze ziet de vervulling van deze eisen eenvoudigweg als een manier om het die beweging mogelijk te maken, naast het proletariaat de strijd aan te gaan met dezelfde wapens. Dus voor hen was het simpelweg een opstapje naar een ander soort maatschappij. Dat maakte het heel wezenlijk voor Klaas Zetkin om op basis van die manier vrouwen te organiseren en tegelijkertijd ook te bouwen aan die brede arbeidersbeweging en aan die brede politieke eisen. Daarvoor waren wel een aantal belangrijke uitdagingen. Het was heel lastig om vrouwen te organiseren, omdat er eind 19e eeuw allerlei achterlijke gedachten waren over vrouwen en hele beperkende wetten die daarmee samenhingen. Dus vrouwen hadden geen zelfbeschikkingsrecht, ze werden geacht natuurlijk voorbestemd te zijn voor het moederschap en werden beperkt in het uiten van hun mening op een hele heftige manier. In grote delen van Duitsland was het bijvoorbeeld rond 1900 voor vrouwen verboden om deel te nemen aan politieke bijeenkomsten of om lid te zijn van een politieke, politieke partij. En als ze toch deelnamen, dan kon op basis daarvan die organisatie ook ontbonden worden. Dus je werd ook bestraft als je vrouwen liet deelnemen aan de politieke organisatie. Er waren manieren om daarmee om te gaan en ze vonden ook manieren om vrouwen toch te organiseren en vrouwen organiseerden zichzelf ook, maar het maakt het heel erg lastig. Daarnaast was het ook de specifieke positie van werkende vrouwen die het lastig voor hen maakte om te organiseren. Ze werkten vaak in kleinere, gemarginaliseerde sectoren van de maatschappij. Hun arbeidsvoorwaarden waren relatief slecht. Vrouwen en kinderarbeid was ook een trek bij kapitalisten, omdat die dan kinderen en vrouwen heel laag mochten, konden en wilden betalen, want er werd geredeneerd, ja, die werken er als het ware bij, die verdienen bij voor het gezin, maar mannen dat zijn eigenlijk de echte kostwinners of iets dergelijks. Dus bij bepaalde industrieën werden voornamelijk kinderen en vrouwen aangenomen daardoor. Dus als het ware hield die constructie zich ook in stand. Even kijken, nou, vrouwen hadden ook de belasting van het huishouden. En waren daardoor minder beschikbaar of minder open voor politiek werk. En er waren onder werkende mannen ook heel veel vooroordelen ten opzichte van vrouwen. Ook in de SPD. Dus sommige van hen vonden dat vrouwen niet moesten werken. Omdat ze daarmee mannen verdrongen en lonen omlaag haalden. Nou ja, dan haal je volgens mij oorzaak en gevolg een beetje door elkaar. Anderen lieten zich maar wat graag door een vrouw verzorgen. En verboden haar ook soms om naar politieke bijeenkomsten te gaan. Een Nederlandse socialist die merkte daarover op. Sommige mannelijke kameraden die hangen graag als ze thuiskomen het marxisme aan de kapstok. En dan laten ze zich verder door een vrouw verzorgen. Met andere woorden, die waren niet consistent in marxistische basisprincipes. Tegelijkertijd zagen socialisten
in de SPD, maar ook in het algemeen, ook wel echt het belang van het organiseren van vrouwen. Want op hun beurt konden die vrouwen mannen ook tegenhouden als er gestaakt werd, uit angst voor de gevolgen. En het was dus noodzakelijk om vrouwen te overtuigen van het doel en de voordelen van socialistische organisatie. En daarnaast waren ze natuurlijk ook echt een wezenlijk onderdeel van die groep van werkende mensen die georganiseerd moest worden. Daarnaast waren vrouwen ook vaak de eerste die de straat op gingen als de levenssituatie nijpend werd en families in gedrang kwamen. Zij waren als het ware de vonk die het revolutionaire proces deden ontvlammen. In Duitsland zorgde, nou, ik ga er nu even heel snel wat betreft de Duitse situatie doorheen, maar in Duitsland zorgde de ontwikkeling van de arbeidersbeweging en hun verzet tegen de oorlog en de gevolgen daarvan ervoor dat in 1918 een revolutionaire situatie ontstond. Nou, en door een hele reeks gebeurtenissen was een raad van arbeiders en soldaten in november 1918 in staat om algemeen kiesrecht in te voeren en uit te roepen. En ja, hè, dus daarmee die overwinning ook voor vrouwen mede mogelijk te maken. Alleen wat wel belangrijk is om te zien, was dat die sociale rechtvaardigheid uiteindelijk niet bereikt werd. En de SP uiteindelijk ook een rem op dat proces werd. De SPD was zich steeds meer gericht op parlementarisme. En uiteindelijk bestreed de partij daarmee juist de revolutie door die in de kiem te smoren. En daarmee verloor zij ook haar principes op het gebied van vrouwenrechten. Sterker nog, vanuit 1919 nam ze wetten aan om vrouwen actief te ontslaan om banen beschikbaar te maken voor ex-militairen. Met andere woorden, daarmee ging het proces rondom vrouwen echt extreem achteruit. En op congressen hebben zij in 1921 ook opgemerkt, toen er van vrouwen de oproep kwam om het wat politieker te maken, hè, in hun bladen en dat soort dingen, dat vrouwen daar bij wijze van spreken hun mooie hoofdje niet over hoefden te breken. Dus met andere woorden, je ziet heel goed wat er gebeurt als het idee van een revolutie en een wezenlijk andere maatschappij wegvalt. Dan worden die principes dingen die je kan uitruimen. Ik wil het nog even hebben over Rusland en dan naar de Nederlandse situatie gaan. Ik denk dat Rusland heel erg belangrijk is, omdat de Russische revolutie heel anders verliep in oktober 1917 en wel slaagde. En dat geeft ons een glimp van de betekenis die een socialistische samenleving voor vrouwen kan hebben en de bevrijding daarvan. En ook de uitdaging natuurlijk. In februari 1917 demonstreerden vrouwen in Petrograd in het kader van Internationale Vrouwendag tegen de oorlog, hoge prijzen en uitbuiting van arbeidsters. Dit was onderdeel van de massale stakingsbeweging die toen al in Rusland aan de gang was. En daarbij, dit was ook weer de vonk die de Russische revolutie in gang zette en waarbij de tsaar werd afgezet. Nu ga ik er even heel snel wederom doorheen. Maar tijdens de Russische revolutie kwamen revolutionairen aan de macht en die voerden de wetgeving door die gericht was op een volle sociale en politieke op de volle sociale en politieke gelijkheid van vrouwen. Het was een van de meest achtergestelde plekken wat betreft wetgeving van vrouwen en qua ook industriële ontwikkeling. Dat ogenblik was Rusland. Voor het overgrote deel woonde de bevolking op het platteland en daar waren bijna feudale, daar was nog een feudale situatie met een leenheer en dat soort dingen. En er waren een aantal steden waar een industrialisatie plaatsvond en een hele kleine arbeidersklasse die daar als het ware de revolutie maakte. Maar voor het grote gedeelte was het gewoon nog heel erg landelijk met hele conservatieve ideeën, heel erg christelijk. Die bevolking daar zat eigenlijk niet zo te wachten op die revolutie en kon dat ook niet zo goed begrijpen. Maar de wetgeving was ongelooflijk. Met de revolutie werd de wetgeving doorgevoerd dat vrouwen konden stemmen, ze konden verkozen worden, ze konden scheiden. In 1917 was dat. Ze hadden recht op gelijk loon voor gelijk werk, betaald zwangerschapsverlof, kinderopvang, abortus werd gelegaliseerd in 1920, was gratis in staatsziekenhuizen. Is het nog 10? Ja, oké.
Werd aangemerkt als een gezondheidszaak in plaats van strafrecht. En dit zijn zaken die wij nu nog steeds niet bewerkstellig hebben in de huidige maatschappij. Ook werd homoseksualiteit gedecriminaliseerd en wetten die seksualiteit reguleerden werden afgeschaft. Maar de revolutionairen beschouwden deze wetgeving als het begin. Wat ze wilden was die daadwerkelijk andere maatschappij. En dat zou samen moeten gaan met het uitroeien van allerlei ideeën over man-vrouw verhoudingen, over gender misschien in het algemeen. En er werd ook gedacht, om dit te bewerkstelligen moeten we deze vrouwen organiseren. Dus mensen gingen niet achteroverleunen en wachten tot het proces zijn beloop zou gaan, of dat het vanzelf zou komen. Maar mensen gingen vrouwenraden organiseren, gingen met treinen naar allerlei verre gedeelten van het land, naar gebieden die voorheen koloniën waren geweest, om met vrouwen in gesprek te gaan. Er werden opzetten gemaakt voor het socialiseren van huiswerk, door kinderopvang op te zetten, collectieve gaarkeukens, wasserijen en het creëren van posities en banen voor vrouwen. Maar de situatie was, zoals gezegd, alles behalve ideaal. De werkende mensen in Rusland hoopten eigenlijk, en de revolutionair hoopte dat ook, dat hun revolutie meer revoluties zou ontketenen. En in het bijzonder in Duitsland. Daar zaten ze eigenlijk op te wachten. Want ze hadden de Duitse revolutie ook nodig om hun eigen land verder te kunnen ontwikkelen. Op dat moment werden ze ook, ze hadden te maken met een burgeroorlog, een stagnerende economie, binnenvallende buitenlandse legers. Dus ja, van alle kanten werd eigenlijk die revolutie en die ontwikkeling aangevallen. En toen die Duitse revolutie uitbleef, toen werd ook daar het proces gesmoord. Maar tegelijkertijd hebben we daardoor wel een glimp gekregen wat het kan betekenen als je ook voor sociale rechtvaardigheid gaat. Met betrekking tot Nederland. In Nederland merkte je ook dezelfde soort van het soort gespannen verhouding tussen aan de ene kant zeg maar de vrouwen, de rijke vrouwen die streden voor hun kiesrecht en de werkende vrouwen die ook streden voor kiesrecht, maar ook die sociale rechtvaardigheid. In 1983 richtten een aantal vrouwen in Nederland de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht op. In 1899 hadden ze 800 leden, maar deze leden kwamen vooral uit de hogere klassen. En dat had dus ook invloed op die eisen die ze stelden. Ook in Nederland was er een vorm van beperkt kiesrecht, het censuskiesrecht. En wie er een bepaald bedrag aan belasting betaalde, die mocht stemmen. En het grootste gedeelte van de werkende mensen was daardoor uitgesloten. Maar de Vereniging van Vrouwenkiesrecht streefde ernaar dat vrouwen op dezelfde basis mochten stemmen als mannen. Dus dat betekende een uitbreiding van het kiesrecht voor rijke vrouwen. Het tijdschrift De Sociaal Democraat die berekende dat in 1899, van de 325.000 vrouwen die dan als dat kiesrecht, dat censuskiesrecht voor vrouwen doorheen zou komen, 325 vrouwen kiesrecht zouden krijgen op die manier en dat maar 2500 van hen arbeidersvrouwen zouden zijn. Dus dat is maar een heel klein percentage. En dit vind ik ook interessant als je kijkt naar bijvoorbeeld wat je leert uit geschiedenis. In de geschiedenis wordt heel vaak Alette Jacobs als feministe naar voren geschoven. En dat is enerzijds heel tof, want het is natuurlijk een mooi verhaal dat zij probeerde te stemmen op basis van dat zij wel die belasting betaalde. En zei, kijk, dit is het artikel, er staat dat je deze bedrag aan belasting moet betalen. Dus ik doe dat, ik kan stemmen. En toen moesten ze speciaal voor haar een artikel of een uitspraak van de rechter afdwingen dat in de geest van de wet zij als vrouw natuurlijk niet kon stemmen, ook al stond er niet expliciet dat je geen vrouw moest zijn. Dus met andere woorden, daar werd niet in getrapt, ook al stond het niet in de wet. Maar het gaf ook aan dat Alette Jacobs heel erg bezig was met, maar volgens de wet, mag ik dat wel? En niet heel erg bezig was met, ja, maar
als ik het mag, dat betekent niet dat andere vrouwen het niet mogen. En interessant is ook een reis die Aletta Jacobs naar Nederlands-Indië ondernam. En daar heel erg met de lokale, witte, koloniale vrouwen ging praten, maar niet de inwoners van die gebieden. En nadacht over, hey, misschien willen die vrouwen die hier wonen, willen die ook wel stemmen. Dus dat is een interessante dynamiek. En ja, werkende vrouwen die waren ook niet tevreden met het censuskiesrecht waarbij ze zouden worden uitgesloten. Dus zij begonnen zich apart te organiseren. En daarbij speelde de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij een grote rol. Daarin richtten vrouwen hun eigen clubs op. En in 1908 verenigden ze zich in de Bond van de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. En die kregen een eigen krant, de Proletarische Vrouw. En dat kiesrecht werd voor hun het belangrijkste speerpunt waarmee ze zich bezig hielden. En de belangrijkste eis was algemeen kiesrecht, dus niet census kiesrecht. En daarmee wel in botsing met de mannen binnen hun eigen, binnen hun eigen partij. Want de leiding die stond heel erg dubbel ten opzichte van het vrouwenkiesrecht. Ze steunden de eis weliswaar, maar lieten het op cruciale momenten na om zich ervoor in te zetten of zich ervoor uit te spreken. Kijk, ik heb nog een paar minuten, dan wil je even goed zien wat ik hier... ik moet het toch wel even uitleggen. Even kijken. Ze legden de nadruk op het algemeen mannenkiesrecht en dat was voor hen ook een beetje een soort uitruilpolitiek. Hun idee was, dan kunnen we misschien een compromis sluiten met de liberalen voor algemeen mannenkiesrecht. En als we streven voor vrouwenkiesrecht, dan brengt dit misschien, dan is dat misschien te veel voor de liberalen, dan brengt dat in gevaar. Dus het was opportunistisch. Ze waren ook bang dat, bijvoorbeeld Troelstra zei dat vrouwen te conservatief zouden stemmen en de SDAP zetels zouden kosten. En daar merk je weer dat navelstaren op dat parlementarisme. Nou, als we ze nu stemrecht geven, dan zullen ze toch wel echt, staan we even weer terug bij deze verkiezingen. Maar er was al heel duidelijk gebleken. Ja, natuurlijk is het een bepaald proces waar vrouwen in gaan en je wordt niet van de ene op de andere dag word je revolutionair of marxist. Maar de ervaringen die de vrouwen hadden van honger, van uitbuiting, die zetten hen wel degelijk aan tot het ontwikkelen van linkse ideeën. Daar moest je natuurlijk wel je best voor doen om hen te organiseren, maar de basis was er. In de SDAP moesten vrouwen daarop tegen opboksen. Even kijken. Dat wil ik ook. Vrouwen daarbij merkten en die bond van de vrouwenkiesrecht is dat ze dus op veel zaken ook links van de partijleiding stonden. Op een gegeven moment organiseerden ze tijdens de oorlog ook demonstraties voor vrede en algemeen kiesrecht. Maar dat deden ze allemaal nog steeds wel binnen de SDAP. En dat bemoeilijkte de zaak ook juist weer. En dat zorgde voor een dubbele houding. Ik zei jullie net al, het is een beetje een lastig onderwerp, dus ik hoop ook zo meteen op jullie vragen en dergelijke. Maar wat interessant is om te weten, is dat die bond die zich bezighoudt met vrouwenkiesrecht, dat hij zich eigenlijk alleen maar daar mee bezig hield. En dat deden ze ook om niet te veel last van de partij te krijgen, want als ze zich te veel uitspraken over allerlei dingen in de partij, dan kregen ze weer te horen van ja, wat moet je hier mee jezelf daar? En ze kregen ook juist weer kritiek van jullie doen dat niet op brede zin. Vind ik het jammer dat die vrouwen zich daar heel erg mee bezig hielden, terwijl er ook op allerlei punten, rond 1914 met het uitbreken van de oorlog bijvoorbeeld, er een hele heftige dynamiek ook ontstond met heel veel honger en tekort. En er was een eerdere splitsing in de, had een op een gegeven moment een splitsing plaatsgevonden in de SDAP, waarin
een aantal ja, een groep linksere ja, de revolutionaire was afgesplitst in de SDP, de Sociale Democratische Partij. En die waren ook bezig met het organiseren van vrouwen. En die deden wel hè, de vrouwen betrekken in allerlei, in de brede politieke eisen. En zij waren in plaats van vrouwenkiesrecht, wat zij dus eigenlijk weer een beetje lieten liggen, waren ze bezig met het organiseren van allerlei demonstraties op de vloer tegen honger. Rondom het aardappeloproer deden ze hele belangrijke stappen. Tegen huisbazen organiseerden ze ook vrouwen. En ze hadden ook vrouwenvergaderingen, waardoor ze heel goed gepositioneerd waren als er allerlei oproer en dergelijke ontstond. Maar ze verbonden dat niet met vrouwenkiesrecht. Dus je had een soort interessante verdeling. En ik moet afronden. Ik hoop dat hier veel vragen over komen. Maar zoals ik al zei, het is een heel complex onderwerp. Ik hoop dat ik het een beetje recht heb kunnen doen. Ik denk dat die dynamiek van de koloniën, dat heb ik nu niet behandeld. Maar het is interessant om te zien dat Suriname en de toenmalige Antillen pas in 1848 en Indonesië in 1945 dat stemrecht wonnen. Dus ik denk dat als het dan 100 jaar geleden is, dat we het dan zeker over moeten hebben. Maar dat we dat eigenlijk ook eerder moeten doen. Ik denk dat dat ook heel erg samenhangt met... naast de invulling van broederschap ook de invulling van zusterschap en de verschillende posities van vrouwen die daar waar spanning in zit. En ik denk dat we helaas kunnen concluderen dat ook al hebben we nu in heel veel landen formeel gelijke rechten, dat er nog steeds geen sprake is van sociale rechtvaardigheid. Ik zag een paar dagen geleden nog een berichtje verschijnen over een vrouw die zich in België had verzet tegen een poging van iemand om haar te verkrachten. En dat ze door de dader werd aangegeven, zij verzette zich te veel, dus ik moest haar daardoor wurgen. Nou ja, als het gaat over intimidatie die vrouwen ervaren op de werkvloer, als het gaat over de uitbuiting, de sectoren waar vrouwen werken, hebben we nog echt bergen werk te verzetten. En ik denk dat we wel hele goede dingen zien. In Sudan zie je bijvoorbeeld een hele revolutionaire situatie waarin juist vrouwen de straat op gaan. Wordt geschat dat 70% van de mensen die nu de straat op gaan vrouwen zijn vanwege hun positie in de maatschappij. Maar dat ze zich ook durven uitspreken. Een jonge student is daar het icoon van de protestbeweging geworden. En we zagen massale vrouwenstakingen in Spanje afgelopen maart, waarin ze 24 uur staakten en iets van 800.000 mensen daar in drie grote steden straat op gingen en vele meer acties. En zij zich ook echt uitspraken tegen het samengaan van patriarchaat en kapitalisme. Mm. En één vrouw daar zei, en dat ze laten zien, zei, in dit systeem word ik geacht om te werken alsof ik geen kinderen heb en kinderen op te voeden alsof ik geen werk heb. En dat is denk ik nog steeds de positie van heel veel vrouwen, los van dat we nog steeds in dichotomieën van mannen en vrouwen denken. En dat eigenlijk ook hele rare concepten zijn. Dus het zou mooi zijn als we daar definitief vanaf kunnen komen. Thanks.